zondagskaarten hier, hè? Kaartclubje. Ja. Er zijn al een paar dood, maar ja, die willen vervangen. Er zijn andere mensen. Die ook kunnen kaarten natuurlijk, hè? Dat is niet meer plezant. Heb jij een kaarten? Nee. Ik kan niet tellen, ik kan geen kaarten vasthouden, ik kan dat niet onthouden. Ik ben compleet autist. Autist, echt waar. Dat zijn dingen dat ik hoor of dat ik lees. Of dat ik, na een paar dagen zit er nog in mijn zak. Ik denk dat is interessant. We kunnen dat niet als volwaardig ding bekijken. En dan zijn er mensen die luisteren niet in zelfs. Tot mijn grote verbazing. Hij zit altijd te tekenen aan tafel. Hè? Vier kortjes te waren. En de klanten zijn heel content als ze die mee kunnen nemen naar huis. Lymfekanker. Je hebt chance dat de dame is, hè, want als de dame het valt, dan kun je niks meer pakken. Hè. Dan denk ik, oei, dat is echt wel serieus hier. Hey, daar zit nog wat, die hangen er nog aan en zo, maar die griep is er. En dat is precies nummer van, het is moeilijk om uit te leggen. En tijdens die chemo en die radiotherapie en zo, dat was nogal een pittige bedoeling. Zijn ik fietsbellen en kapotgereden blikjes en contactsleuteltjes en spullen in de straat ligt te roest. Mee naar huis gepakt en daarmee beginnen spelen. En ik voel me daar dan al verwant mee zelfs. Het zijn blauwe pilletjes, maar helemaal aan de rest. Ik ben ontzettend nog zo'n plakket dat ik dus meegebracht heb van Barcelona, maar hier is het al hier, maar ik. En dan waren er sommige mensen met een tentoonstelling of zo, die dachten dat ik dat speciaal voor de gelegenheid hier allemaal naar boven gezout had. Nee, dat ligt hier altijd, of dat ligt hier met de bedoeling van er iets van gemaakt te krijgen. Hè. Dat is de linkerhand. Maar we zien de mensen krijgen wat bij je, hè? Allee, dat je daarmee bezig bent. Ik ben wel blij dat je dat gedaan hebt. Hè, maar. Ik had mijn eigen ooit niet vergeven dat ik dat niet gedaan had, waarschijnlijk. Maar tijd wel besteed. Je kunt dat niet weten, hè? Denk.